Hallo man, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video van Story Mode. We moeten, we moeten gras maaien met de OBR 700. De hangmat die is op het moment bezig met jullie wateren. Ik heb diverse mods geïnstalleerd. Zal ik jullie even laten zien. Een schudder, de Tether Spider. Een windrower, de WR500. Die is wel duurder dan de Top 462. Maar ik denk alsnog dat we de 14.000 euro gaan sparen. En deze kopen, want het is een halve meter breder dan de Top 462. Dan heb ik nog een pers. De PRF 180. Ik weet niet of ik die ga gebruiken. Ik heb hier ook nog een Klaas Roto. Maar we kunnen ook gewoon een opraapwagen gebruiken. Dus dat is ook gewoon veel goedkoper. Hoeveel inhoud heeft deze? 9 ton. Dus dat is best wel goed. Dan had ik nog de Grimme Tektron. Aardappelrooier. Hierzo. Die is veel goedkoper. En hij heeft ook nog eens meer inhoud. Het is ook alleen voor aardappelen, dus dat is gewoon perfect. Als er dan een loonwerker moet komen voor onze aardappelen uit te rijden, hebben we die altijd. Moeten we kijken. Hier zo. Nee. Dan zouden we toch met deze moeten gaan planten als we aardappelen. Even kijken. Want we gaan even naar ons huis. Zodat we even kunnen gaan slapen. Het is 8 uur, dus we gaan rond 7 uur eruit, denk ik. Gaat veel geld vanaf. Zie ik wel. Dus ik hoop niet dat we nog een lening hebben lopen. We kunnen contracten doen. Alleen weet ik niet of dat we dat gaan doen. Want dat levert weinig op en het kost ons veel te veel tijd. Even kijken, hadden we leningen lopen? Kunnen zien, ah ja, hier. Nee. Dus het is gewoon dat eigendomsonderhoud. Dat houdt. Hoor je. Ik denk dat we een schudder moeten doen.
maken we later wel af. Ik wil even de plantengroei op snel zetten. We kunnen in de koeien doen. Laat maar even weten in de reacties of jullie willen dat ik koeien koop. Dat zeker doen. Vandaar dat alles zo traag groeit. Oh, we hebben die opruimwagen. Ah, hier staat hij. We kunnen altijd het stro opraken als we dat krijgen. En daar heb ik wel zin in. Oh, hij is er toch al bijna tegen de muur af. Dan gaan we zaaien. Eerst in deze storing moet. Kijken of de wielen er niet uitgekomen is. Gaat maar net. Moeten we eerst even kijken. Wat gaan we zwaaien? Wat brengt tot nu toe het meeste op? Moeten we even kijken. Tarwe is zeer slecht. Zonnebloemen. Sojabonen gaan we zetten. Even kijken. Zo, gaan we sojabonen kweken op het grondland. Dat brengt het meeste op, wat we kunnen zien. Ik weet niet wat het is, maar ik ben echt super slecht. Ik weet niet hoe deze zaait, want ik kan het niet op B doen ofzo. Zou ik hem meteen zo... zaaimachine moeten kopen. Oei oei oei. Dat had ik niet verwacht. En ik heb geen andere mods. Ja, alleen die lemke, maar dat is veel te duur joh. Ja. Zou het om zo te zwaar zijn met die kantoor zou dat wel. Deze maar verkopen. Nou ja, hoe moeten we dan aan geld gaan komen? Want dit is niet genoeg. En met de pionier te verkopen, ja, dit kunnen we wel misschien verkopen. Maar eigenlijk gaan we deze wel nodig hebben. Ik weet niet of er nog een goedkopere maai-aanhanger is. Nope. Ja, dat is van de plaats 3,5. 3000 zelfs. Gaat hem niet worden. Nee. Wat moeten we gaan doen? We kunnen ook geen akker verkopen. Dan hebben we, daar hebben we eigenlijk bijna niks. En we wilden eigenlijk nog wel een andere akker kopen. Hier staat ook niks meer van ons. Nee.